Wat is dit? Een eierbal en een fireball. Fireball! Het is eigenlijk allemaal hartstikke mooi. Maar er gaat gewoon niets boven. We zijn hier bij Vernichel, een van mijn favoriete plekken in Groningen. Want je kunt hier en lekker ontbijten, en lunchen, en lekker avondeten, en taart, en uiteraard heel lekker bier. Kom mee. Onze Bloesje Blond en Gember Goud. Maar voor nu, even een lekkere cappuccino. We zijn hier bij Wanapartja. En Wanapartja is Gronings voor wat bijzonder, wat vreemd. En even kijken, waar staan we? Ja hoor, Bloesje Blond. Maud is helaas deze week even op vakantie, maar je kunt hier wel heel lekker Bloesje Blond van de tap drinken en Strawberry Blond op de fles. Waar sta je voor? De Holle Grieze, oftewel de Martinitoren. Ah. En hoe lang werk je eigenlijk al bij Gebrouwde Vrouw? 1,5 jaar. Ja? Ja. Wat doe je nog meer? Behalve bij Gebrouwde Vrouw werken? Ik werk bij BNNVARA in Hilversum. Super dicht bij Groningen, weet je wel. Lekker om de hoek. En daar ben ik webredacteur. We staan nu aan de bar bij de Klinkspaan bij Aileen. Hier werken dus alleen maar vrouwen. En Aileen, mag ik een broodje van jou! Keuzestress? Wat? Nee. We zijn nu bij Justin Beer, een bierwinkel in Groningen. En 4 bieren van ons. Zonnig 7, Gember Goud, Strawberry Blond en Tricky Triple. En daarnaast, dat is ook wel leuk, staat de Hop in the Yard. En dat is dus een biertje die Justin zelf brouwt. Oké, wat is dit? Een eierbal en een fireball. Fireball! Wat vind je ervan? Ja, het is echt gewoon een hele grote witte bal. Ik ben nog niet bij het ei, eigenlijk. Oh, we komen er zo bij. Oké, en ik ben nu bij het ei. Wat vind je ervan? Ja, kom maar. Mooi product. Mooi product. Hoe lang woon je eigenlijk al in Groningen? Een jaartje of 6 alweer. 6? Ja. Dat is lang. Ja, best wel. Maar ik heb het wel naar mijn zin hier. Nee, in Leeuwarden. Maar ik vond... Bekende? Ja, want we gaan nu namelijk naar de Dogs Bollocks, even lekker een biertje drinken. En ondertussen zitten we met een bloesemblondje in de Dogs Bollocks. Je kunt hier ook een Tricky Triple drinken. En nu is de vraag, wat vind jij het lekkerst? Ik denk de Tricky Triple. En dan gaan we nu naar Dockyard. We zijn nu bij Dockyard en het leuke is, hier brouwen ze ook hun eigen bier, een IPA, en hebben ze natuurlijk lekker onze zonnig zeewit. Kom maar hier. Uiteraard onze heerlijke zonnig zeewit. Overigens, dit is dus de enige plek in Groningen waar we kunnen drinken. En dit is dus de Klusbaas, het biertje dat Yard zelf brouwt. Zoek de verschillen. Oké, waar gaan we naartoe? Naar mijn lievelingsrestaurant, Buurman en Buurman. Lekker. Toetje. Ja, tijd voor een toetje. En dat op het mooiste terras van Groningen, want we zitten bij de Pintelier. Proost! Dit was Groningen. Yes. We hebben veel gedaan. Veel gegeten. Ja, veel gedronken.
eierballetje, pizza, biertje, nog een biertje, misschien nog een biertje. En een martinitoren gezien. Dat was een goede dag. Hele goede dag. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En volg hashtag Gebrouwen door Vrouwen. Doei! Doei doei! Wat doe je in je vrije tijd? Turnvereniging de Groningen.